0502, kom eens uit voor het OC over. OC de 52. Ja, kunt even blijven luisteren. Nu 0503, RT0503, kom eens uit voor het OC over. Even recht. Ja, graag bij de Prio 1 richting de Karelstraat nummer 16. Vanwege een inbraak heet het daad over. Ja, vernomen, we zijn de buurt. 52 en rijden het over. Dat is vernomen, bedankt uit. Zo, inbraak inderdaad, hè? Sorry? Inbraak inderdaad, hè? Ja, klopt. Oké. Okay. Ik doe de weg even. Even kijken, even de citrus. Ik heb even alleen blauw aangezet, hoor. Ja, is goed, doe maar. Hier links gaan we ja, rechtdoor inderdaad. Oh, links auto. Ja, ik zie het. Ga rechtdoor. En dan is er rechts is vrij. Links niet? Ja, ja links nee, nu nee, ook. Nee, links nu ook inderdaad. Hij moet toch opletten met alleen blauw. Gaan we hier nog rechtdoor. Ga je de hele tijd rechtdoor rechtsvrij hoor. Ja. Kijk, samen met de 503 hè? Of? Ja, samen 503 inderdaad. Pas op, rechts auto. Ja, links ook. Even rustig aan, even singelen. Om hier. 503 te plaatsen. Nou, kijk eens aan, toppie. Mooi. Ja, rechts nu wel vrij. Ja, voor mij. Ja, ja uit die auto. Rechts vrij, ja. Yes. Dan gaan we hier links. Ja, links op. Top. Vrij na het kruising vrij. Dan gaan we hier weer rechts en links is vrij. Hier weer links, rechts en voor is vrij. Ik ga blauw uitzetten. Ja, schiet erop, ja, is goed, ik zet blauw even uit. Rechtdoor, rechts is vrij, ja. Als je snel bent, top. Nu wel zebrapad, nee, top. Rechts vrij. Hier gaan we links langs en dan staan we gelijk links af. Ja, dan is alles vrij inderdaad en dan zijn we er bijna. Kun je wel een plan van aanpak? Hier rechtdoor. Ja, hier ja, rechts aanhouden, laat ik zo zeggen. Ja, hier zo op hè? Ja, daar. Ja. Ja. Hier is dat goed. Oh, oké, daar staat de motor al. Oh ja, toppie. Oké, hebben we een plan van aanpak? Ja, we gaan eerst even thuis op singelen. Is hier links geloof ik. Ja, waar staan de collega's? 5-3, 5-2. 5-2. Waar staan jullie? Om de hoek een stukje doorrijden. Ik weet niet. Ja, ja, ik zie jullie. Ja, top. Ah ja, toppie. Motor, kun je anders even op de hoek hier achter gaan staan, recht voor ons. Daar is ook eventueel nog een uitgang. Dankjewel. Heren, ik ga even de... Ja, persoon eventueel aanspreken en dan gaan we anders gewoon naar binnen. Ja, de telefoon? Ja, ik doe het even hier binnen via de auto. We hebben ja, ook nog een megafoon liggen. Hier spreekt de politie. Het huis is omsingeld. Kom naar buiten met je handen omhoog. Hier spreekt de politie. Het huis is omsingeld. Kom naar buiten met je handen omhoog. Ja, ik zag wel gordijnen bewegen, maar ja? Verder niet zoveel. Ja, hij heeft ons gezien in ieder geval. Maar goed. We moeten even kijken of hij naar buiten komt. Ik had net even ingelezen, er was nieuwe informatie gekomen. De bewoner is sowieso niet thuis, bevestigt de buurvrouw. Die heeft gebeld, onbekende man binnen. Geen signalement van haar gekregen. Kun je wapens? Nee, onbekend. Oké, okay, check. Dan gaan we met handen bols naar binnen. Ja, is goed. Geen zicht van iemand die naar buiten wil komen? Tegen ons? Ja. We hebben nog niemand gezien. Nee. Wij staan al even met ons hand op wachten. Goed, ik denk dat het de enige ingang is, dan gaan wij naar boven. Ja. Okay, als jij even bij onze auto kan gaan staan, dan kan hij sowieso nergens in. Wie ik? Ja, graag. Dank je. Goed. Ready? Ja, op 3. De deur is open zie ik. Ja, sowieso. Oké, top. Ja, ja 1, let's go. 2, 3. Politie! Politie, maak jezelf kenbaar. Politie, handen omhoog. Handen omhoog. Ga weg, man. Mes laten vallen. Mes laten vallen. Wapenrichten, wapenrichten. Mes laten vallen. Ja, rustig aan, jongen. Rustig aan. Handen omhoog. Op je knieën. Goed zo. Omdraaien. Rustig aan, rustig aan.
Witse. Ja, top. Collega Boeien. Ja, Daan, kan je uit mijn rug komen? Ik heb mijn wapen weg, zodat ik je niet raak. Ja, goed zo. 5352. Ja, 5-3 Gebrecht. Ja, zal ik het busje even voor de deur neerzetten? Dan kunnen jullie hem naar beneden brengen. Ja, je hoort ons verschil waarschijnlijk al. Ja. Nee, we hebben inderdaad aangehouden. Ja, we hebben in ieder geval aangehouden. Situatie veilig. FO komt er zo aan. Genomen. Meneer, ik ben aangehouden voor die inbraak. Ik ben niet onverplicht. Heeft recht op een advocaat. Heeft u die? Nee, die heb ik niet. Wilt u er een van ons krijgen? Ja, graag. Goed, dan gaat u... Boeien iets minder strak? Nee. We gaan even naar het bureau, meneer. Nou ja. U krijgt op het bureau ook een advocaat. Hij heeft twee geen bericht over. Ja, wij zijn ter plaatse geweest. We hebben één persoon aangehouden in de woning. Met een mes, graag forense, van FO van onze kant op een recherche over. Ja, de FO en de recherche komt uw kant op 5-3 uit. Ja, ze mag. Goed. Wij rijden mee naar het bureau, dan sluiten we hem daar meteen even in. Ja. Even recht voorlezen, doen we dat bureau. Nou, meneer, u heeft recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden in de rechtszaal. U heeft recht op een raadsman. Kunt u deze niet veroorloven? Dan wordt er eentje aangewezen door het Openbaar Ministerie. Heeft u juist begrepen wat ik heb gezegd? Nou ja, het zal wel allemaal. Oké, dan nemen we u nu mee verder naar het bureau. Doe dat maar eens. Motorrijder, bedankt. Zo, mooie arrestatie. Ja, is inderdaad weer een dader minder. Nee, juist wel een dader trouwens, maar... Top, neem hem naar buiten. Crimineel minder. Ja. Ik ga eens kijken of we een vrije cel hebben. Top. Oep, sorry. Meneer, mag met ons mee lopen? Ja, ja, ja. Dan gaat mijn collega u hier zo even fouilleren. Of u nog spullen bij hebt, gaan we even snel wat in het systeem zetten. En dan maak ik alvast een cel vrij. Ja? Ik zal de HV even inlichten. Ja, is goed. Zo te zien hebben we er 3 vrij. Dat is ook raar. Nou, hier zijn de achterste kunnen we pakken. Ik ga er even inkloppen, jongens. Ja, toppie. Goed zo, kom maar binnen. Ik ga een handboeien af. Hebben jullie geen luxere cel? Nee, meneer. Oh. Wat er zo gaat gebeuren, we gaan de handboeien afdoen, we gaan de cel verlaten, we gaan de deur op slot doen. Dan komt de hulpofficier van justitie, die gaat dan met u praten, die gaat even kijken of het een juiste aanhouding was. En dan kunt u ook zijn uw verhaal daarbij kwijt, ja? Prima. Goed zo. Ja, dus ophoudcel, HVJ komt binnen 6 uur bij jou. Ja, prima. Toppie. Zet u op slot. Yes. Goed werk, jongens. Dacht ik maar. Aan het opstarten. Toppie. Tijd voor koffie. Ja, ik stond er al lekker bij.